Denk ik top erin. Ojo. Ah, kut. Zit ook los. Hé, hey, hang nog. Hij is teruggezwommen. Ja, recht jongens. Hé? Hey? Hangen jongen. Schipstek. Hoppa. Ik laat het zien voor de film. Slechte zaak, dan moet ik weer eentje goed maken. Ah joh, mooi speeltje jongens. Het is nu weer vertrokken, want nu is het even stil. Maar ja, waarschijnlijk is het gewoon een uitzetting geweest. Want we vangen zoveel kleine vis. Dat is echt niet normaal. Dat, de legend zegt het ook tegen ons, de tipgever. Maar ja, wel een mooie visie. Ja, meer voor een J5 of voor een uitzetting, maar nog niet voor een Franse trip. Toch wel, die had je ineens uitgevaren toch? Nee. Oh, ziek. Rustig, rustig. Hè? Ik denk een half uurtje stil geweest. En toch weer een mooie spiegel eruit. Tweede van mij. Op de tijgenoten, wederom. Bollen lopen voeren, maar daar komen ze niet op af. Nee. Het is gewoon weer een pracht van een spiegel. Nou jongens, de vis gaat weg. En dan rijden we doen. De laatste hengel met de boer wordt uitgevaren. Het is niet normaal. En we zijn erbij. Ja, pak hem maar, pak hem maar. Hij hangt echt op. Handel papa. Kromme toppen niet stoppen. In het mooie Frankrijk. Knol nummer 4 vandaag. Waarschijnlijk de laatste vis van de trip. Hoezo? 2 gesneuvelde voerboten. Nee joh, je kan ook gewoon gooien. Al mijn hengels die, geen zorg. Die moeten op goed geluk. Alles werpen. Ja, zijn we weer terug. Het zit weer lekker mee. Erwin's capje van de voerboot doet niet meer. En bij mij de afstandsbediening. Er is een beetje vocht ingekomen zo te zien. Dus ik ga eens kijken of ik het kan fixen. En anders dan wordt het werpen. Maar dan kunnen we dat ook helaas niet meer zo ver vissen. Dus dat is wel sad. Jongens, we hebben een nieuw plan. We gaan morgen nog de laatste uurtjes voordat we weggaan tegen de dam aan vissen. Het schijnt dat de dikkere vissen daar wel vaak rondhangen. Dus we gaan gewoon even gek doen. We gooien allebei 2,5 kilo in een emmer. Door elkaar mengen en dan op een heel compact stuk gaan we hem gaan het voeren zeg maar vanavond. Dan gaan we morgen van 9 tot 12 daar vissen. En dan ondertussen gewoon natuurlijk alles opruimen. Bus volraden en dan als laatste doen we een hengels erbij. En dan gaan we maar. Spullen laten drogen zal niet lukken. Echt alles kledder nat. Ja, dus ergens even naar de soep. Of naar de soep. Even. Naar de bus soep halen. Soepie, en tijgers bijvullen. En dan staat weer avondsalad joh. Barbecuefeest. Dat kan je ook gelijk meenemen. Kan ik meteen halen. En de barbecue hebben we hier al? Nee, moet ik halen. Heel de bus gaat leeg. Juist. Ja, oké. Nou jongens, ondanks dat ik echt met mannenmacht heb geprobeerd geen regen in het theater te doen. Dus er is toch een beetje regen in de ding gekomen. Die dingen zijn schijnbaar niet waterdicht. Dus ja, ik heb hem even hier opgehangen aan de tent. Zodat hij lekker kan doorruchten en drogen. Ik heb hem al met een wc-papiertje een beetje droog gemaakt. En ja, met dat windje op de kant, hè, wordt hij gewoon droog en dan kunnen we vanavond gewoon weer varen. Hè? Positieve kijk, hè? Jullie zien hem niet, maar hij is er wel. Voor het eerst vanmiddag de zon. Achter de bomen, maar door de bomen kunnen we toch nog wat warmte opvangen. Juist. Onder het eten. Kapot harde run. Wederom op de tijgenoten. Nou, dit is denk ik wel groter dan zo'n kijk. Hij voelt goed, zegt Wietse. Voelt beter. Jongens, ik had toch echt een dikke in mijn hoofd. Hij was sterk joh. Moeiteloos ging die van links naar rechts. Ik denk nou, dat zal wel een keer geen knol zijn. Maar ik ben natuurlijk niet meer gewend. Mijn laatste 4 vis waren onder de 2 kilo. Hoppa. Nou jongens, ik heb deze vis gevangen op het helikoptersysteem. Je ziet het, de onderkant kan goed bewegen rondom de lood. En dat maakt het systeem goed dat je het makkelijk kan werpen. Dat heb ik eigenlijk opgezet sinds de voerboten een beetje aan het piekeren waren. Dus eigenlijk draait het onderaan, draait zo eromheen. Tijdens het werpen. Dus ik heb met de voorschep gevoerd. Dus daar hebben we ook de voer niet voor nodig. En ik knal hem gewoon nu even meteen in. En dan, ja, ik hoop dat er nog eentje volgt. Ja, voor jou! Ja. Gert van die testfiets. Hij probeert hem uit de tak te houden. Kak! Schiet hij los? Breekt hij? Meen je niet? Gaat hij wel weer interessant zitten doen. Lekker man. Ik wilde net die allemaal op de foto zetten. Gaan nou eindelijk een beetje van mij stek komen. Kijk. Ah. Ah. Nee. Ah, jongens, hij scheidt het goed uit. Echt de tijgennootstek. Gecombineerd met de zwarte tijgennooten en de gele mais. Uit het voerschepje gevoerd. Ja, die gaat echt als de brandweer. De verhengels met de voerboot die gaan niet meer af, heel de dag. En deze stek, zowel bij mij als bij Erwin, die knallen. Dus ja, ziek. Mooie vis weer. Dikke vis voor dit water. Fotootje en dan mogen we gaan. Op naar de volgende vis in de sling. Zo is het. Ja, jongens, hij mag weer gaan. Oh, waar is hij nou? Panna. Panna bijna. Ja, hij is hier nog. Geen pannen. Geen zin. Mooie schub, 8 kilo. Op de tijgernoten, op de handgevoerde stek. Zelf geworpen. Ah, een fotootje en dan mag weer gaan. 8 kilo'tjes, lekker. Nou jongens, even lekker genieten. Barbecue in het Franse land. Wat wil je nog meer? Ah, dit is toch top. Knol nummer 5 of 6 voor vandaag? Ja, jij weet ze wel te vangen. Ik weet ze wel te vangen. Maar we hebben nooit alles in de sling zitten. Weet je wel, tijdens het eten dikke 10,4 8,4 kilootjes. Ik ga hem niet te lang vasthouden, want deze kant is echt... Hij heeft een beschadigde kieldeksel, jongens. Je wilt het niet zien. Waarschijnlijk... Ik heb hem net gegeten, maar bijna komt eten er gelijk weer uit. Frans die met gevolgde terrein zit en een verspeler of zo. Echt zielig. Kijk dan joh. Het is weer een bevestiging jongens, altijd visveilig vissen. Want anders krijg je dit. Ja, beter gaat hij. Ja. Kijk, deze eerst. Yes, oké. Okay. Deze terug. Ja, 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 ja. Kijk hem goed. Esmerel. Ja, 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 ja. Esmerel. Esmerel. Oh, lekker. Geweldig jongens, op beeld. Krom met toppen niet te stoppen. Juist, juist. Zo, zo, zo. Hoppa! Lekker man! Dit is echt niet normaal dit. Ik sta hier met vis 1 van Erwin in de hand. Ah, niet normaal. Gaat hij weer af joh. Ongelooflijk. Kijk, hij was op de live beeld. Hey. 9,4 kilo. Yes. Weer net geen 10 kilo voor mij. Zelfs nooit. Maar wel een beauty. Typisch gevalletje van even karp krijgen ruiken. Het is veel gevist op het water. De vis moet wel in optimale conditie blijven. Beetje karp krijg erop. Je ziet het achter me, het is eigenlijk mooi weer. Eigenlijk even een namiddag en avond geen regen. En die vangsten die lopen eigenlijk super goed. En we hebben net even de stand gekeken, het staat 10-10. Ik heb dan wel de 2 grootste en daarna Erwin. Maar ja, voor de wedstrijd is het natuurlijk spannend. De laatste nacht. We gaan allebei alles aan doen om zoveel mogelijk nog te vangen. We zijn allebei goed aan het voeren nu. En ik ga voor deze helemaal achter me nog verversen. En dan op een ander stekje leggen. Dan moet het goed komen. We gaan ervoor. Die 30 gaat komen vandaag. jongens, we kunnen het toch niet laten. We gaan toch morgen nog even een paar uurtjes bij de dam vissen. We gaan gek doen. We hebben hier beide soorten bollen door elkaar gevoerd. Eén deel van de dam gaan we helemaal afvoeren. We hebben gehoord dat daar schijnbaar de dikste vissen zitten. Dus dan gaan we gewoon veel voeren. Op een kort stuk. En dan ja, morgen zijn we terug. Morgen wekker om 8 uur. Wekker om 8 uur, een paar uurtjes vissen. En dan hoop ik van me dan daar een dikke bak. Of die komt vannacht. Want ik heb nu wel meer vertrouwen. Sinds het regen voorbij is, hebben we een run of 10 gehad. Dus biedt perspectief. Hey jongens, kijk eens even. Wat een bak. Ik denk dat ik nog nooit zo lang een karp heb gevangen. Echt een zieke schub. 13,6 kilo. De bak van de sessie tot nu toe. Het is tijd voor shot. Dat hebben we beloofd. En ja, ik weet eigenlijk zeker dat hij wel ruim een meter lang is. We hebben helaas geen meter mee. Maar ik weet zeker ook dat hij voor de paai is echt een dikke 30er. Hij raakt nu afgepaaid. Mega slank is hij. Maar ja, als je ziet hoe breed hij is. En hoe zwaar hij weegt. Je schrikt ervan. Echt een sterk gevecht. Ik zei het tegen haar. Het kan wel eens een dikke zijn, want hij gaf van die rustige tik op de top. Ja, ik ben niet blij mee. Dit maakt de trip. Shot. Kijk eens even joh. Een meter aan karperveld. 100% zeker. Goed voor het klassement. En goed voor een shotje. Ik ga de vest maar eens houden denk ik. Nou jongens, we gaan slapen. Het is 12 uur geweest. Erwin had net nog even verspeeld, helaas. En ja, we gaan dus morgen om 8 uur opruimen. 9 uur staan we dan op de aangevoerde stek. We hebben 5 kilo gevoerd. Dan gaan we nog een paar uurtjes vissen. Als het goed loopt blijven we wat hangen. Als het slecht loopt gaan we misschien eerder weg. En dan zijn we voor 12 waarschijnlijk weer in Nederland. Het is wat. Lekker man. Maar nu eerst even pils opdrinken. Pils opdrinken. Even knallen. Een paar dikke bakken vangen vannacht. Dat komt helemaal goed. Adios. De Quasimodo, die ontbrak nog aan het zien. Je ziet een beetje een misvormde staart. 9 kilootjes, werken sterk, dik. Zat goed op het voer, kwam op de scopingsbol. En een fotootje, dan mag hij weer gaan. Lekker hoor. Nou jongens, ik heb denk ik heel de spiegeluitzetting van dit jaar gevangen. Weer een klein spiegeltje. Een 30er, 30 centimeter. Naast is. Wat zak. Maar ja, zus van deze stek jongens, 9 kilootjes. Snel pauzeren, fotootje en dan mag hij terug, want hij is een aardig beeld. Ik weet niet of jullie herinneren waar Erwin zijn tent had gezet, maar hij heeft echt geluk gehad. Hij is bijna te laat gekomen joh. De jantje. Het water is toch gestegen heel de laatste dagen. Nou, eerste versie, meteen even op de film zetten. Yes. Hoppa! De kleinste van de 4. Nou, volgende dan maar. Dat is een mooie. Wederom op tijgernoten. Derde vis van vannacht. Ja. Terug ermee. Ja. Wederom op de tijgernoten. Ja, dit is een bak joh. Eindelijk een vis op de bollen. De eerste en de laatste. Ja, straks nog een paar. Op deze stek dan, de laatste. Het is toch niet normaal. Blijf maar gaan bij jou hè. Nee, nu staat hij voor. 15-14. Ballen, ballen zo. Kut zo. 15. Hij is los. Ja? Nou, tijdens het fotograferen loopt het toch af. Plaatje hè? Ja, jongens, het is toch eigenlijk wel de bonusvis. Deze hengel heb ik geen piep gegeven. Ja, of ik ben erheen geschaapt, maar rij me sterk. En bijna helemaal spoel reeg. Ze was 100 meter verder gezwommen. En ik zie dat en ik haal hem op en hij zit er gewoon aan. Op de tijgers, mooi schuppie en dan maar we gaan. Nou jongens, we wilden eigenlijk 9 uur op de dagstek gaan zitten bij de dam. Maar we komen er gewoon niet naartoe. Nu kreeg er weer een run, weer gelost. Moesten die vissen maar op de foto zetten. Dus ja, het wordt of even kort vissen daar, of het wordt inderdaad uurtjes thuis komen. Even afhankelijk van hoe de eerste uren verlopen daar, de stek. Dus we gaan nu beginnen met opruimen, je ziet het. Ik ben al even kort begonnen. En dan houdt het bij deze stek op. Maar toch een mooie anderhalve laatste dag gehad, want toen is het wel even los gegaan gelukkig. Even aan te geven wat het geregend heeft. Moet je kijken hier. Niet normaal. Telefoon mee. Ja, je weet. Godver. toch echt de laatste van deze stek. Alles is ingepakt zoals je ziet. En ja, altijd even de hengels laten leggen. Hè? Yes, trolley is volgeladen. We gaan naar de bus toe. Let's go! Let's go! Ja, jongens, 3 dagen non-stop regen. We gaan zien of we hier nog uitkomen. Oh. Dat wordt wat. Ja, hier heb je moeite. Ik ken die wel, die Erwin. Oh jee, gaat het goed? Wat is het, denk je? Water. Water, ja? Gewoon regenwater of zo wat in de afvoer zal, denk ik. Ik weet niet. Zit toch niet? We moeten nog een paar honderd kilometer. Ja, het komt goed. Nou jongens, Erwin gaat de bus inladen. Ik ga vast met al het benodigde materiaal naar de dagstek. Vast alle steentjes in de grond zetten en zo. En dan kunnen we nog optimaal een paar uurtjes vissen voordat we moeten weggaan. Gaat weg. Zo, aangekomen bij de dagstek. Echt een hele minimale mee. Gisteren 5 kilo gevoerd. Verspreid over het eerste stuk. Eerst 40 meter. 40 keer 60 meter ongeveer. 5 kilo. 4 verschillende bollen. En ja, nu kijken of er wat ligt. Dan geven we 2-3 uur tijd. Als we dan geen run hebben, dan gaan we naar huis. En als we wel runs krijgen, dan gaan we misschien wat langer blijven. Zo, we zitten op de dagstek. Ik heb een pannenkoekje erbij. En een bakje koffie. Het is geweldig. En we hebben eigenlijk afgesproken dat we 2 uur de kans geven. Dat we een aanbid krijgen. Als dat zo is, dan blijven we nog langer. Als dat niet zo is, dan geloof ik het wel. Dan gaan we naar huis. Dan komen we nog voor 12 uur thuis. Dus anders die 5 kilo voor niks gevoerd. Maar goed, wie weet komt het onder een dikke bak. En ja, kijk, we zitten wel op een andere stek van het water. Nou, even mooi hoor. Zo zie je eigenlijk pas hoe groot het echt is. Oh. Ja, jongens, ideaal voor zo'n trip is deze. Een watertankie. Met gewoon een kraantje. Zijn we open. Hop. En je flessen blijven, hoef je niet 100.000 flessen te kopen. Ideaal. 38 minuten. Oh. Lekker man. Hij wil toch niet zijn dan dit. Oh hè. Dat weet ik niet, vind ik. Ja! Ah, lekker jongens! Eindelijk. Zo, deze is al sterk hoor! Genieten jongens. Overdag. Windje op de kant. Helemaal uit. Ja, jongens, de rijkmaker. Machtige schub. Denk een keertje van 8 à 9. Sterk dat hij was. Eigenlijk wel een tandje hoger geschat en verwacht. Maar desondanks wel blij mee. Fotootje en dan mag hij weer terug. Welke stand zijn nou? Hè? Welke stand zijn nou? 16? 17. Nou jongens, we staan toch weer onder het parapluutje. Het ging wel een beetje regenen. Dat is wel jammer, want we hebben tijdens regen niet veel gevangen. Dus we gaan er zomaar een eind aan breien. De laatste speeltjes de bus in. En dan richting Holland naar huis braffen met die ding. Ik heb een oplader gekocht voor de auto. Voor een sigaret aansteken. Dus ik ga vast met de video beginnen met editen. Dan mag Erwin lekker veel rijden. En 8 uur terug naar huis en dan is het mooi geweest. Prima tochtje, toch? Zeker. 17, gelijke stand. Eerste keer veel vissen, eerste keer Frankrijk, zeker wel bevallen. Te veel missers, lossers. Dus een puntje van aandacht voor de volgende keer. Zo is het. Maar volgende keer 30 erbij en dan komt helemaal goed. Yes. Later. Nou jongens, dat was de video dus. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En Ja, over een 1,5 week ga ik alweer naar Slovenië. Met Daan en Chit gaan we 2 weken lang daar vissen. Dus daar komen sowieso ook meer dan 2, 3, misschien wel 4 delen van. Dus, maar deze trip is in ieder geval zeer geslaagd. Erwin? Ik weet het. Is mega dik, hè? 5 uur is even knallen. 5 uur rijden, dan zijn we er weer. En ja, dat was hem dan bij deze. Duimpje omhoog, kijk op dv15.nl. Koop even gekke merch. Bijvoorbeeld een petje. En dan zien we je volgende week weer. Adios!